Goedemorgen. Moet ik jou oppakken? Ja, je wil niet meer liggen. Oh, ze wil lekker hangen bij mama. Het is mamadag, woensdag. Mijn lievelingsdag in de week, hè? Ik geloof dat vrijdag aankomende 3 weken ook mamadag is, omdat Nicky op zijn werk druk heeft. En normaal is vrijdag papadag. Wat heb je in je haar? Er zit iets vies in. Oh, ik wil niet te hard trekken. Dat lijkt me niet echt heel fijn voor haar. Even uitpulken. De vraag is dus, wat gaan we doen vandaag? Kan ik die klitten uitborstelen? Nee. Ik ga even mijn buik leggen, dan kan ik hem er wel uithalen. Dat is al niet lekker als je op een bolletje ligt. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag... Ik moet dus eigenlijk naar de Primark, want ik heb wat gekocht vorige week vrijdag, toen mijn moeder in Eindhoven was. Bij de Primark. Maar ik had mezelf te groot ingeschat. Ik ben geen maat M. Ik ben met de Primark gewoon maat S. Dus nu moet ik het eigenlijk even terug omruilen. Kijk, normaal zou ik dat niet doen, maar ik had echt een paar dingen. Wat nou gewoon niet past. Dat is een beetje zunt. Maar nu wordt het dus vandaag eindelijk koud. Of in ieder geval, het gaat lekker regenen. Ergens kijk ik daar wel naar uit. Dus ik zit nu een beetje te twijfelen. Gaan we lekker... Oh, moppie, ga je op je gezicht liggen? Ga je op je gezicht liggen, Gekkie? Zo. Sorry, het is echt een lang verhaal, sorry. Eindelijk is de hittegolf over. Eindelijk koelt het af, maar het gaat dus regenen. Dus het is eigenlijk niet echt ideaal om naar buiten te gaan. Maar ik ga het toch denk ik doen. Dus ik ga eerst Milou een appje sturen. Misschien heeft ze vandaag wel vrij en wil ze lunchen. En dan kunnen we dat mooi combineren. Lunchen met tante Milou. Ja. En... Nou, dat is niet echt een tante natuurlijk, maar zo noemen we het gewoon. Hoi schat, ben je vrij? Naar Nijmegen. En vroeg me af. En dacht, misschien kunnen we samen lunchen. Nou, als we dat gaan doen, zij moet dadelijk eerst weer terug naar bed over een half uurtje. Nou, het kan het best zijn dat jij 2 uur slaapt. Dus dan kan ik mezelf fatsoeneren. Misschien wat werk doen. Als zij toch slaapt, dan heb ik toch niets anders te doen. Op mamadag. Ja, yeah, want ik ben alleen maar hier om met jou te spelen. En dan, dan wordt ze wakker. Even kijken, ja. En dan krijgt ze denk ik weer een flesje. Dan blijven we nog een uurtje thuis en dan gaan we na een uurtje gaan we richting Nijmegen. En dan als we in Nijmegen aankomen, dan hoop ik dat het weer haar slaaptijd is. En dan kan ze mooi in de kinderwagen slapen. Ja, lekker slapen in de kinderwagen. Ja, en dan kan mama lekker ongegeneerd gaan shoppen. Maar ik heb geen geld, dus ik ben heel beperkt met shoppen van deze maand. Het geld is al op deze maand. Inflatie heet dat. Alles is duur. Ik heb een paar dingetjes gekocht. Geld op. Ja. Uh-oh. Ja, ik zie jullie straks. Madammeke ligt op bed. Voordat ik mezelf even ready ga maken, ga ik even De wasmachine, die ga ik eventjes schoonmaken. Zodat we weer heel veel wasjes kunnen draaien en dat het schoon ruikt in plaats van naar slootwater. Dus dat ga ik nu even doen. Misschien dat ik wel even een timelapse hiervan maak.
Zo, het is inmiddels 9:15. Olivia heeft het slaapje gedaan. Milou had gereageerd. Die is vandaag vrij, dus het is super gezellig. Dus we gaan zo naar Nijmegen. En dan ga ik even die shirtjes omruilen bij de Primark. En dan gaan we lekker lunchen met Milou. En dan kan ik het meteen uitproberen hoe het is om met Olivia op pad te gaan. Ja, ik wil het toch een beetje proberen. Weet je, en anders ben ik ook maar aan huis gekluisterd. En dan, ja, ik weet niet. Ik heb het idee dat een kind daar ook gewoon wat van leert, weet je wel. Die krijgt dan ook weer andere prikkels dan dat ze thuis krijgt. Dus volgens mij kan het helemaal geen kwaad. Dus, dat ga ik zo doen. Ik heb alleen niet kunnen werken, maar ik heb wel beneden alles kunnen steriliseren van de spullen die gesteriliseerd moesten worden van Olivia. Ik heb alle wasjes gedaan. Ik heb zelfs de wasmachine schoongemaakt. Kijk, en ik doe dan ook altijd als ik de was doe, want Nikki doet ook heel vaak de was. Laten we dat niet vergeten. Maar als ik de was doe, dan doe ik ook vaak eventjes het speelgoed van Olivia meewassen. Dan is dat ook weer een keer schoon. Ja, ik weet niet. Ik vind het soms altijd een beetje vies worden als ze er zoveel aan kwijlt. Zit nu ook in de wasmachine een ander speeltje. Ik heb nu een wasmachine aangezet, maar die heb ik ingesteld dat die over 5 uur pas klaar is. Ik denk dat ik dan wel weer terug ben. We gaan rond 11 uur gaan we richting Nijmegen. Dan heb ik afgesproken om 12 met Milou. Ik kwam precies daarvoor eventjes die dingen in omwisselen en even bij de Primark kijken en dan verder gaan we misschien met Milou nog eventjes een rondje lopen in Nijmegen. En Olivia natuurlijk. We zijn in Nijmegen. De kinderwagen is allemaal goed gegaan en nu is het eigenlijk precies tijd dat Olivia gaat slapen. Dus ik ga er even in slaap wandelen. Yes. Maar het gaat wel lukken, denk ik. Ik denk dat het weer een succes gaat worden. Maar misschien jinx ik het nu. Ik wil jouw broodje er ook even van doen. Oh, lekker! Super lekker. Ja. We leven vandaag op vrijdag 19 augustus. Het is very early in the morning. Nee, het valt mee. Het is 7:30. Dus dat valt reuze mee. Olivia is al een uurtje wakker. Ik heb al ontbeten. Olivia is lekker aan het spelen in de box. En Nikki is dus al ziek vanaf dinsdagavond. Echt super. Nou, eigenlijk dinsdagmiddag. Toen is hij gaan werken, maar toen is hij ziek naar huis gekomen. Toen heeft hij woensdag nog de hele dag gewerkt. Ja, ik snap niet hoe. En gisteren en vannacht was hij echt weer zo ziek. Gelukkig gaat hij vanmiddag naar de dokter. Dus ik hoop dat het meevalt. En dat hij iets kan krijgen dat hij niet zo ziek zich voelt. Maar ik moet eerlijk zeggen, ja, als je man ziek is en je moet alles alleen doen in het huishouden en voor de zorg voor Olivia. Weet je wel, ik ga er iedere keer uit nu en dat vind ik helemaal niet erg als Nikki ziek is. Maar het is wel pittig. Ik heb echt mad respect voor iedereen die alles in zijn eentje moet doen. Want ja, Nikki en ik hebben het toch best wel 50-50 verdeeld. En nu is het eventjes deze week vooral mama's time to shine. Ik vind het vrij pittig. Nou ja, hopelijk voor dit weekend is Nikki weer opgeknapt. Hij ligt nu lekker nog te slapen. Ik hoop, nu het niet meer zo warm is, dat hij er minder last van heeft in zijn maag. En misschien dat de dokter er iets mee kan. Gisteren belt hij naar de dokter en zegt hij, ja, neem maar een Rennie. Ja, dat is het niet, hè. Van een beetje maagzuur ben je niet half dood op de bank, hè. Echt, ik heb zo'n hekel aan die huisartsenpraktijk hier. Maar ja, je hebt in een dorp gewoon geen keuze. Je moet gewoon blijven bij de... Ja, er is geen andere. Dus, nou ja, we gaan het meemaken vandaag. Ik heb wel... Eigenlijk is vrijdag natuurlijk papadag. Dus normaal zou ik de hele dag werken op vrijdag. Maar dat zal nu wel niet gebeuren. We gaan het even bekijken hoe het gaat lopen vandaag.
hoeveel ik kan werken. Ik neem jullie gewoon mee vandaag weer. Zo, we zitten weer in de auto. Nakini heeft 2 prikken gekregen. Eentje voor ontsteking en eentje voor pijnstilling. Ik heb ook nog pijnstilling meegekregen. Dat moet ik thuis nog geven. En ik heb deze kools meegekregen. Die moeten haar plas opvangen. En dan kan je dat opzuigen met een pipetje. En dan in deze doen. Dus dat gaan we dit weekend doen. En als ik het voor morgen heb, als ik het morgenochtend doe, kan ik het nog laten analyseren ook. Dus ik ben... En toen viel mijn camera weg. Camera uit. Ik ben inmiddels thuis. En ik zit achter mijn computer, want ik ga eventjes mijn werk inhalen. Dingen van mijn werk inhalen. Van de afgelopen dagen, want ik loop natuurlijk een beetje achter. Hopelijk voelt Nikki zich de rest van de dag ook prima. Zodat ik echt alles af kan maken voor deze week. Maar dat is nog een hele hoop, dus we gaan het zien. Ik ga in ieder geval beginnen met editen van de vorige vlog. Het is zaterdagavond. Ik heb de hele dag eigenlijk op bed gelegen. Dat klinkt heel raar. Maar dat komt omdat ik echt niet lekker was. Ik hoop niet dat ik die buikgriep van Nikki heb. Maar ik denk zelf dat het door mijn ongesteldheid komt. Ik ben weer voor het eerst ongesteld, maar echt ongesteld. Sinds mijn bevalling. En het is gewoon heel heftig. Ik zal de details besparen. Maar ik wilde wel even wat leuks doen voor de vlog. Namelijk, of tenminste, dit ga ik doen. En ik dacht, dat is wel leuk om eventjes te laten zien. Ik ga namelijk even de kleertjes uitzoeken. Want ze heeft een enorme groeispurt gehad, Olivia. Dus ik wil even kijken wat ze wel nog past en niet meer past. En dat gaat dan naar de zolder. Dus dat ga ik nu doen. Dit zijn al de kleertjes op het moment. Maar er zitten dus ook kleertjes bij die ze niet meer past. En ook kleertjes bij die ze nog nooit aan heeft gehad omdat die te groot waren. Maar die kunnen nu dus wel aan. Dus dit ga ik even uitzoeken. De camera had ik onder de stapel wat naar zolder kan neergelegd. Dus helemaal vergeten te vloggen. Nu heb ik alles super netjes opgevouwd en al terug in de kast gezet. Dus dat kan ik nu niet laten zien, want Olivia ligt te slapen. En ik ga het licht natuurlijk niet aandoen. Maar dit is het stapeltje wat naar zolder kan. En ik ben best wel emotioneel ervan. Vooral dit jurkje. Dit heeft wel een beetje een kleine emotionele waarde voor me. Dit is het jurkje wat mijn moeder had gekocht toen Olivia net haar spreidbroekje had. En dat mijn moeder zei, oh, dan koop ik een jurkje en dan valt dat over dat spreidbroekje dat je dat niet zo goed ziet. Omdat ik in het begin best wel moeite mee had met het spreidbroekje. Wat echt na 2 dagen over was. Maar ja, dit heeft gewoon een emotionele waarde. En weet je, het zou misschien nog wel passen, denk ik nu. Maar het is maatje 56 van Noppies, valt altijd wel klein. Maar ja, het heeft geen mouwen. En dan is het gewoon niet... Dit zal niet op haar buik zitten, maar iets hoger waarschijnlijk. Dan is het gewoon een lang t-shirt. Oké, deze gaat nog niet naar boven. Want deze heb ik iets te veel... Hecht ik nog iets te veel aan dit schattige jurkje. Maar ja, dit moet toch echt... Dit is allemaal te groot geworden. Of te klein geworden, dus dit gaat naar zolder. Geen idee wat het laatste stukje is wat ik gevlogd heb. Er ligt iemand te schreeuwen. Wat ben je aan het schreeuwen, kleine? Ja. Geen idee wat het laatste stukje wat is gevlogd. Nikki is ziek geweest deze week, waardoor ik echt weinig tijd heb gehad om te vloggen. Ja, zit je mee te kletsen? En ik was net met haar naar het ziekenhuis voor het spreidbroekje. Dat was helemaal goed. Is weer wat op. Wat strakker gezet, want ze groeit natuurlijk, dus die moet iedere keer een beetje op maat gemaakt worden. Toen hebben we een wandeling gemaakt. Heb jij een half uurtje geslapen, hè? Precies zoals het moet. En nu ga ik pastinaak maken voor haar, als hapje. Dat heeft ze nog nooit op, dus ik dacht, dat is wel eventjes leuk om te filmen, denk ik. Kun je zien hoe ik een hapje maak. Dus ik heb pastinaak gekocht. Hier, biologische pastinaak.
Dus dat ga ik nu schillen en in stukjes snijden. En dat ga ik dan koken. Nou, dit zijn 3 pastinaken. Heb ik opgesneden in stukjes. En dit ga ik nu koken en daarna pureren. 15 minuutjes koken. Hier is de pastinaak. Wel gekookt. Kwartiertje. En nu ga ik het prakken. En het is klaar. Tada! Ja, dit is slabbertje is van... hadden we gekregen toen Roy Sanne billetje kreeg. Dus daarom staat de ome Nikki. Ja, het is wel lekker, hè? Ja, je maakt wel een beetje gekke geluidjes, maar ja. Ah. Oh, niet lekker? Wel lekker, hè? Nou, ze eet het gewoon op. Duurt alleen even. Ja, het is een nieuwe smaak, hè? Daar moet je wennen aan. Oké, toen heb ik niet meer gefilmd dat ik een treetje heb gemaakt. Dat heb ik... hier in de vriezer staan, daar. En met ijsblokjes en al die pastinaak. Ik zat ook een hapje op. Ze vond het heel lekker, dus dat is een succes. En nu is dit de uitkomst van koken, eten, hapjes maken. En toen was ik eigenlijk gestopt met vloggen, want ja, ik moest zoveel doen. En ik heb haar op bed gelegd en daarna was ik helemaal uitgeteld. Het was nou al 7:45 dat ze op bed lag. Dus het was een beetje laat. Maar dat is juist goed. Want dat is eigenlijk de bed hoe lang ze op moet zijn. Dus het was eigenlijk goed. Maar het was wel voor mij dan laat om nog te gaan eten. Maar ja, ik moest natuurlijk laat koken en dat soort dingen. Maar ja, zo gaat die planning. Ik heb beneden in ieder geval nu gekookt. En nu is het tijd om dit zooitje op te ruimen. En daarna de vlog van vorige week te editen. Dus ik heb nog een avondplanning en daarna doe ik niks meer.